En maar praten, en maar praten, en maar praten, en maar praten. Het gaat er op en het gaat er allermogend heen. Want de lui die kunnen praten toch niet laten. Ook al zegt ze meestal niks geen zin als meer. Ja, dat zou wel straks maar zeggen, wat ik zeggen wil ik zeggen. Ik wil zeggen, dat is echt geen flauwekul. Wat bedoel ik, dat bedoel ik, en dat is het en dat doet het. Wat ik zeggen wil, het is me toch een spul. Mevrouw, mag ik vragen, bent u al op vakantie geweest? Ja, heel vroeg in het jaar al. En waar bent u naartoe geweest, als ik vragen mag? Naar Frankrijk. Waar in Frankrijk? Het is een groot land, hè? Ja, het is heel groot land. Limousin en de Pyreneeën. Oh, dat is prachtig daar. Ja, Pyreneeën is er wel. Limousin ook trouwens, hoor. Nou, ik heb eigenlijk nooit meer vakantie. Waarom niet? Ik ben gepensioneerd. Maar dan kunt u toch wel weggaan naar andere plaatsen? Dan ben je op reis, hè? Ja? Ja, ja. Nou, op reis. Ik ben nu in Groesbeek, ja. En waar bent u geweest precies? Ik lig hier op de camping. Hier op de camping? Ja. U komt niet hier vandaan, van Groesbeek? Nee, ik kom uit de camping in Brabant. U bent al op vakantie geweest, hoor ik net van u. Ja, we zijn hier een dag of vier. We trekken door Nederland. En waar komt u vandaan, de Achterhoek of Twente? Groningen. Groningen? Ja, Zuidhorn. Maar daar is het heel vlak, hè, dat gebied daar. En hier zijn heuvels. Trekt u dat aan? Nou, we hebben een fiets met een elektrische... Dus ja, nou, daar kan je alles. Bent u helemaal op de fiets vanuit Groningen gekomen dan, nee toch? Nee, we zijn met auto en caravan. Ja. Maar wij fietsen dagelijks. Gaat u nog op vakantie? Ik ben al op vakantie. U bent op vakantie? Ja. Hier in Groesbeek? Yes, dat klopt helemaal. Waar komt u vandaan? Ik kom uit Groningen. Dat is meestal dezelfde vraag die iedereen stelt. Waar kom je vandaan? Groningen, toch niet uit Zuidhorn toevallig? Nee hoor, nee, uit de stad Groningen zelf. Oh, stad Groningen. Mevrouw, bent u al op vakantie geweest? Ja, gewoon in Nederland zijn we gebleven. En waar bent u heen geweest? Naar Afferden, Limburg. Dat is vlakbij, hè? Ja, heel dichtbij, dat klopt. Op de camping of zo? Ja, op de camping, klopt. Ja, de Roland camping. En waarom blijft u in de buurt? Omdat we een kleintje hebben en daar hebben we staakerven. En kunnen we lekker dichtbij elke weekend ook nog even naartoe. Toen u nog geen kinderen had, ging u toen wel naar buitenland of zo? Ja, toen wel, ja. Waarheen? Ja, verschillend. Tot binnen Europa, naar buiten Europa, Costa Rica, Sri Lanka, Zuid-Afrika. Zo. Overal geweest. En toen dacht u, nou, ik vind het mooi geweest, ik blijf maar in Nederland. Ja, met haar dacht ik, ik vind het prima in Nederland. Ja. Ja, met dat mooie weer, hè? Wat willen we nog meer? Ja. Mevrouw, bent u al op vakantie geweest? Nee, ik ben niet op vakantie geweest. Tenminste, niet met een zomervakantie. Ik ben het voorjaar al geweest. Maar gaat u deze vakantie nog, deze zomer? Denk ik niet, nee. En waar bent u in het voorjaar geweest dan? In Aruba. Zo, doe maar, Aruba. Ja. Waarom Aruba? Ja, daar heb ik een nichtje wonen. En daar ben ik samen met mijn zus en mijn zwager naartoe geweest. Dus gewoon op familiebezoek eigenlijk? Ja, ja. Ja, en ook lekker vakantie natuurlijk. Ja. 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 En waarom is dat zo mooi? Nou, vooral de natuur. Dat is echt het voornaamste. Maar ook de plekken waar wij zitten hoor. We zitten bij hele aangename mensen. En vooral in de Limousin zitten we eigenlijk bij een vriendin in een prachtig kasteel. En ja, daar kan ik ook schilderen. Dus dat vind ik wel heel leuk. Zo, ja. Doe maar. In een kasteel nog maar. Ja, 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 ja. Ja, dat is een hele mooie plek. En vooral een hele leuke vrouw. En schildert u dan landschappen daar? Ja. Ja, voornamelijk landschappen en de omgeving. Maar ook soms portretten. Ja. 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 Dus dit is uw vakantie. Gaat u vaker met de caravan weg? Altijd. En blijft u dan in Nederland of gaat u ook naar het buitenland? Ook wel naar het buitenland. Ja. 'S Winters. 'S Winters? Wintersport? Ja. Skiën. En waar gaat u dan heen? In het Sauerland? Nee, dan gaan we naar Mountendorf in Oostenrijk. En waarom heb je gekozen voor deze omgeving? Nou, meestal gaan we naar het westen van het land. En we dachten van laten we eens naar het oosten gaan. En ik heb toevallig een oma wonen in Arnhem. En ik dacht van nou ja, dit is redelijk in de buurt. Dus... Ja. Dus zodoende. En oostelijker kun je bijna niet hier, hè? Je zit hier vlak bij de grens. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Dus naar Duitsland gaan is ook nog makkelijk. Zoekt u ook iets uit waar veel activiteit is voor kinderen? Ja, voor haar valt nog wel mee. Zij vindt het wel hartstikke leuk. Maar die camping is vooral gespitst op 4 tot 12 ongeveer. Oké. Okay. Dus ja, maar dat is zij al? Ja, zij is 4. Ja. Vind je het leuk, vakantie? Ja. Ja? Ja. En wat doe je dan allemaal op de vakantie? Zwemmen. Zwemmen. En in de speeltuin spelen. Speeltuin spelen, ja. En lekker frietjes eten. Pannenkoeken eten. En we waren
ook naar een show ervan. Oh, was het leuk? Ja. Oké. En wil je daar nog een keer naartoe? Ik vond het heel leuk. Ja. En ik wou er nog een keer naartoe. Nou, dan moet mama dat ook weten en dan komt het allemaal voor elkaar. Maar als u in één zin mag zeggen waarom men daar naartoe moet, wat gaat u dan zeggen? Ruimte, de natuur. Ja, je kunt overal wandelen. Er zijn prachtige wandelpaden in Frankrijk. Eindeloos. Is gewoon geweldig. Ja. Dankjewel en veel plezier. Ja, graag gedaan. En lekker eten op het strand? Ja, ook. Ja? Ook. Of anders gewoon in het huisje. Ja. Net wat we tegenkomen. En mijn nichtje staat daar aan school, dus dan gaan we de school ook nog bezoeken. Ja. We hebben genoeg te doen daar. En nu bent u oppas oma? Ja. Ja. Dus het is vakantie, dus ik heb ze alle twee. Ja. Leuk, ja. Hè? Ja, dat is zeker leuk. Wel vermoeiend, maar leuk. Ja, en het eerste wat ze zeggen is kibbeling, hè. Dan moeten we dinsdag naar de markt en een kibbeling eten. Goedemorgen, mevrouw. Goedemorgen, mevrouw. Bent u op vakantie geweest? Nee, mevrouw, ik ben niet op vakantie geweest. Wat geeft u dan het vakantiegevoel hier thuis in Nijmegen? Ik heb altijd een vakantiegevoel. Als je niet meer hoeft te werken, heb je iedere dag vakantie. Maar dat is wel een hele tijd geleden. Het voorjaar, naar Gran Canaria. Hoe was dat? Heerlijk. Even een week of twee niks doen. Lekker luieren aan het strand. Vitaminetjes opdoen, hè? En waarom het voorjaar? Omdat u geen zin heeft in het hoogseizoen en de drukte? Nou, ik ben gepensioneerd. En dat scheelt heel veel. Hè? Dat scheelt geen slok op een bord, maar dat scheelt wel twee slokken op een bord per persoon. Goedemorgen, meneer. Goedemorgen, mevrouw. Goedemorgen, meneer. Bent u op vakantie geweest? Nee, ik ben niet op vakantie geweest. Hoe komt dat? Omdat ik ben op vakantie. En ik heb besloten op vakantie niks te doen. En ik doe niks. Dat is mijn vakantie. Maar u slentert hier wel lekker over de markt. Ja, ja, zeker. Het is ook vakantie. Ik hoef niet weg. Ik heb mooi weer. Ik heb mijn goede vrienden om me heen. Waarom moet ik weg? Heel belangrijk, hè? Goede vrienden om je heen. Ja, precies. Laat de mensen bij ons komen nu. Ja. Ja, ik heb het gevoel dat ik zit in Marseille. Ik woon hier, ik met mijn handdoeken loop ik naar de wakker. Ik ben klaar. Ben ik op vakantie. Als armoedzaaier kun je niet op vakantie. Als mijn koopman. Maar ik heb elke dag vakantie. Dat zegt u wel heel erg mooi. Wat geeft u dan dat mooie vakantiegevoel? Het mooiste vak van de wereld. Hele dag mensen blij maken. Ja. Ja. Dan hoef je niet naar het buitenland, hoor. Weet je hoe mooi Nederland is? Ja? Ja. Waarom zou je dan naar het buitenland moeten? Heeft u bezigheden waar u gelukkig van wordt? Ik ben nogal lui uitgevallen. Als er een W voor staat, is voor werk, dan ben ik er niet. Maar een leuke hobby of ook niet? Nou jawel, Britje. Nou bent u wel met uw koppie bezig, toch? Verstand gebruiken. Ja, zeker. En zo met die lekkere warme dagen, wat doet u dan dat u echt het vakantiegevoel krijgt? In mijn bootje, ik heb het in mijn tuin, een kleine bootje, is mijn zwembad. Zit ik in het zwembad, mijn biertje drinken, kleine boot. En weet ik niet, ik heb mijn huis helemaal gepoetst. Na alle die jaren. Dat is ook vakantie. Ja, dat is het. Een beetje van alles met mijn vrienden. Leuke dingen doen, weet ik niet. Wat zijn die leuke dingen? Dansen, wandelen, knuffelen. Waar bent u gaan dansen? Ik? Ja. Een beetje overal. Bij de kaai, bij de plak, een beetje overal. Maar in september ga ik op vakantie. Aha. Waar gaat u heen? Ik ga naar Algerije. En het eten, hoe is dat? Ja, het ligt ook een beetje aan jezelf, hè? Wat je zelf niet lekker vindt, moet je natuurlijk niet pakken. Maar lekker veel verse vis, of niet? Ja, ja, alles vers, hè? Ja. Het is bekend, ja, alles vers. En ja, de rest zitten we toch rond huizen. En we gaan natuurlijk wel hier in Nederland dagjes, tripjes maken, een keer naar zee en zo. Dat is ook vakantie? Dat is ook vakantie, ja. En dat doen we met de trein. Dan gaan we een dagje trainen. Waar gaat u heen? Ik ga naar Algerije. Met een speciale reden? Ja, dat moet ik zeggen. Ja. Ik ga voor mijn erfenis regelen. Dat is een minder mooie aangelegenheid. Waarom? Ja,
Ja, weet ik niet. Dan is er toch iemand gestorven. Ja, maar dat was goed. Het was heel erg ziek, mijn moeder. Dus ze heeft een beetje rust ook. Rust. En ik ben de oudste in de familie, dus ik moet daar gaan en zeggen, we gaan het ding regelen. Maar is niks voor mij. Dat... Broers en zussen nog dan daar? Ja, hè? Hey, hermano, hè? Ja, ik heb zusjes. Ik heb vier zusjes of zo. Wij zijn met heel veel, 14 of zo. Dus ik heb mijn zusjes daar, mijn broertjes. Dus, en als u die erfenis heeft geregeld, gaat u dan toch nog iets leuks ondernemen in Algerije? Algerije weet ik niet. Ik ga even kijken. Ik heb ook even terrein, daar kan ik daar bouwen en alles. Maar ik hou van Nederland, dus ik zit hier heel goed. Ik heb mijn vrienden, mijn kinderen hier, dus ik zit ook heel goed hier. Dank u wel voor het... En jullie ook, jullie ook. Dank u wel. Succes, hè? Ja. Hey, bedankt, hè? Jij ook, hè? Ja. Hey. Hij is heel lieve meneer. Doei. Doeg. Doeg.